Met Altena TV zijn we de straat op gegaan om aan mensen te vragen wat ze vinden van 1 jaar gemeente Altena. Van de nieuwe gemeente? Best wel goed, vrij goed. Alleen als ik telefoneer daarnaartoe, dan vind ik het nog niet zo erg goed. Nou, wel positief denk ik, want de gemeente heeft ons uitgenodigd voordat wij 50 jaar getrouwd waren bij de koppelparen. Nou, dat was heel leuk. En dat hebben wij positief ervaren. Ja, niet veel anders eigenlijk. Nou, het was even wennen. Het viel in het begin niet zo op. Maar langzamerhand dacht ik, ja, waar moet ik nu zijn eigenlijk voor paspoort aan te vragen of iets. Ik moest toch eventjes kijken. Nou ja, en als je het dan eenmaal gekeken hebt en je hebt een keer door, dan weet je weer, oh ja, daar staat het gemeentehuis. En zo zit het dus nu. Dus ik ben nou alweer gewend. Ja, ik zie niet echt heel veel verandering. Dus hier aan de overkant in de werf is natuurlijk wel een en ander veranderd. Maar ja, verder is het gewoon hetzelfde gebleven. Ik heb niet heel erg veel gemerkt van dat de gemeente zeg maar verwisseld werd. Wel dat het gemeentehuis nu niet meer hier zo zit, maar in Almkerk. Dat is de enige verandering die ik heb meegekregen. Zeg maar voor de rest niet echt iets bijzonders. Ja, gewoon de vorige gemeente. Ik merk er niks van. Het beleid over de groencontainers, dat we daar voor moesten gaan betalen, omdat die veel te vaak aan straat gezet werden. En dat heeft mij wel aan het nadenken gezet, want ik zette hem ook aan straat, want hij was gratis. En ik zet hem nu minder aan straat. En ik ben blij dat ze het weer ingetrokken hebben om daar geld voor te gaan vragen. Fijn dat we nu 1 gemeente zijn. Mm-hmm. Alleen in het begin waren er wat startproblemen, had ik het idee. De bereikbaarheid van het gemeentehuis was moeizaam. Het was ook moeilijk om in het begin ambtenaren te spreken te krijgen, omdat de telefoonnummers en zo niet beschikbaar waren. Zijn er nog grote veranderingen geweest waarvan je zegt van ja, dat had toch nog wel iets anders gekund? Ik merkte dat er wordt anders met de groenvoorzieningen omgegaan. Dingen die voorheen gemaaid werden, die worden dan nu niet gemaaid. Omdat het is een ander beleid of zo, denk ik. En verder merk ik er eigenlijk niet zo heel veel van. Is de nieuwe gemeente verder van zijn burgers komen te staan? Dat vind ik wel. Echt maar een paspoortje en een rijbewijs moet hebben. Wat een Almkerk doen. Aan de ene kant snap ik dat het gemeentehuis in Almkerk staat. Alleen de bereikbaarheid voor heel veel mensen is denk ik een groot probleem. Want openbaar vervoer in de gemeente Altena is niet optimaal. Laat ik het heel zachtjes uitdrukken. Je moet eigenlijk wel een auto hebben. Dus een punt van aandacht zou zeker zijn het openbaar vervoer binnen de gemeente Altena.